Oh nee, de beacon is kapot. Nee, mijn dekking is weg. Jongens, nee. Oh nee. Yo mensen, welkom. Je kan weer een nieuw deel van Lord of the Rings Survival Forks snel. En jongens, jullie zullen waarschijnlijk wel denken, Damien, waar de fuck sta je? Jongens, ik heb mezelf echt net een dikke facepalm gegeven. Want ik had hiervoor al een, 15 minuten lange episode opgenomen. Maar ik had mijn opnameprogramma niet aangezet. Like, what the hell, Damien, serieus. Ik weet niet wat komt, jongens. Maar ik vind het zo jammer, want het was best een leuke episode geweest. Want ik sta nu namelijk in Gondor en daar waren wij nog nooit geweest. Maar ik zal even jullie alles uitleggen hoe het ging. Ik begon natuurlijk gewoon in Tarnost hier bij mijn fortje. Wat zeg ik hier bedoel ik natuurlijk. En ik had een reactie gelezen van iemand die zei dat er ook slaven waren. Dat je slaven kon huren. Ik zal even die slaven laten zien. Die zijn hier. Oh nee, dat is een andere. Deze moet ik hebben. Die heb ik ook. Kijk, er zijn slaves of Noorn. Die zien er zo uit. En wat die slaven doen als je ze huurt en je maakt een farmpje ergens, dan gaan hun voor je farmen. En dan gaan ze het oogst en zo, gaan ze het, weet ik veel, ze leggen het allemaal neer en zo. Dus dat is super chill. Dat kan ik heel goed gebruiken voor mijn eten. Want zoals jullie kunnen zien, ik ben weer naar de Shire geweest. Ik heb vet veel eten gekregen. 8 cooked pork chop, cooked rabbit. Ik heb echt vet veel. Dat heb ik dus ook allemaal opgenomen. Maar ja, dat is dus ook weg. Of dat heb ik eigenlijk helemaal niet opgenomen. Dat was gewoon niet. En ik heb 58 potatoes. Dat had ik van een klein boerderijtje in de Shire gehaald. Want dat had ik nog nooit gezien. Maar het was een soort klein... een soort boerderijtje was. Dat heb ik nog nooit gezien in de Shire. Dus dat heb ik jullie ook gemist. Goddammit. Oh shit. Dude, die worden meteen aangevallen. Ja, want ik ben natuurlijk in Gondor. En ik ben hier niet zo bevriend met al die dudes. Dus ik ben net weer aangevallen. Goddammit. Ik sta natuurlijk in Gondor. Waarom sta ik in Gondor? Dat komt omdat ik ging naar Noorn. Ik zal even zo laten zien waar dat is. Even kijken. Oh ja, ik word niet meer achtervolgd. Oké. Kijk, ik ging dus naar Noorn. En hier is Noorn. Dat ligt in Mordor. En daar kon ik die slaven huren. Alleen dat kan ik nog niet, want ik zal het even laten zien. Dan moet ik even naar... waar is hij? Kijk, naar hier, naar Mordor. Daar moet ik nog veel meer alignment voor hebben. Ik weet niet precies hoeveel. Ik gok helaas 150. We hebben nu pas 30. What the hell? Wat? Wat? Werd ik gehit door iets? Wat? Door wat werd ik gehit, jongens? What the hell? Wat? Iets... Wat? Oké, nou. Even maar... Wat? Wat? Wat gebeurt hier? Jongens, even serieus. Wat? Word ik ook iets geraakt in het gras of zo? Hallo? Wat? Wat? Nou, weet je, I'm out of here. Ik snap, ik vertrouw het er niet. In ieder geval, jongens. Ik heb nog veel meer alignment nodig voor Mordor. Want ik heb natuurlijk wel bij Dol-Guldur heb ik wel 150. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Noorn. Want dat zit bij Mordor in. Hallo? You are an enemy of the throne of Gondor, vond ik snel. Ja, rustig maar. Ik doe hier nog niks, ja. Ik doe hier niks. Maar ik ging dus even naar Gondor toe om te kijken of ik hier alignment voor Mordor erbij kreeg als ik mensen hier killde. En dat klopt, als je Gondor mensen killt, kreeg je alignment voor Mordor erbij. Dus daarom was ik even hier om dat te checken, maar ik ben nog veel te slecht voor Mordor. Want, voor Gondor bedoel ik, want ik zal het even laten zien, weet je. Even kijken of ik eentje kan vinden, want er zijn serieus Gondor archers op paarden. Dus 1, ze zijn vet snel. En 2, ze raken serieus echt elk schot. Dus ze gaan achter je aan en je bent zo dood. Dus dat is vet kut. Hé, dat is een beacon. Oh, die kunnen we aansteken. Dat is gewoon grappig. Maar deze dudes, kijk, die schilden zijn echt fucking awesome. Die vind ik echt serieus zo awesome uitzien. Maar deze dudes zijn op zich wel te doen. Het zijn gewoon warriors, kijk. Of soldiers bedoel ik. Die zijn op zich niet zo moeilijk. Maar die mensen op paarden, die zijn echt niet te doen. Dus ik hoop ook niet dat ik die nu nog tegenkom. Maar we hoeven nu op zich ook niet meer in... ja, eigenlijk ook wel. Maar eigenlijk ook niet. We hoeven niet meer per se in Gondor te zijn nu, op dit moment. We kunnen wel even daar... Oeh, dat is een blacksmith. Oh, die ga ik even heen. Oh ja, ik heb ook een anvil. Kijk, jongens. Ik heb een anvil gevonden. Waar had ik die ook weer gevonden? In, oh ja, wacht. Was dat niet hier? Ja, dat was in zo'n torentje hier. Ik had ook in zo'n klein torentje gevonden of zo. En daar stond een anvil in. Hij is wel very damaged, zoals je kan zien. Dus hij is bijna kapot. Maar misschien daar is een blacksmith. Dus daar zit sowieso een anvil in. Misschien wel meerdere. Dus ik hoop dat we daar een goede uit kunnen halen. Oh, staat daar zo'n dude op een paard? Nee, dat is gewoon een normale archer. Dat is ook vet irritant. Wow, wat? Near Harad Kingsman? Wat? Ik heb er 3. Half troll spawn, far Harad Kingsman en near Harad Kingsman. Reach 10 alignment with the near Harad Drim. Oh, dus hier krijg je ook alignment voor Harad erbij. Oh, dat is handig. Dan krijg je voor 2 dingen alignment erbij. Dat is vet chill. Nice, jongens. Nice. Dat vind ik zeker nice. Ga weg, klaver. Ik hoef geen klavertjes. Dus jongens, there we go. Dat is een archer. Archers zijn vet irritant. Sowieso elke archer zijn irritant. Deze zijn op zich ook best wel irritant. Get out of here. Ik hoop dat je veel damage krijgt. Fall damage. Neem fall damage hier.
There we go. Oh, dat ging best wel snel. Nice. Nice, jongens. Oh, en trouwens, als jullie ook valt. Deze is, episode is, als goed is, in 60 fps op YouTube. Dus dan staat er iets van 27p 60. Als goed is. Ik hoop dat alles goed gaat. Eigenlijk zou de vorige episode, dus Demi met bril heette die. Ik heb nu ook mijn bril op trouwens. Dat hadden jullie waarschijnlijk al lang gezien. Maar die zou ook in 60 fps moeten zijn. Maar dat was niet gelukt, want ik had iets verkeerd ingesteld of zo. Maar als goed is, zou dit helemaal smooth moeten gaan. Helemaal, weet je wel, als ik nu zwaai, dan zie je dat heel... Weet je wel, smooth of zo. Ah, ik heb geen idee wat ik allemaal zeg. Het is allemaal. Combat Soldier, get out of here. Dus als het goed is, jongens, zouden jullie dit heel mooi smooth moeten zien. Ik vind dat in ieder geval heel chill om naar te kijken bij andere kanalen. En ik dacht van, ja, weet je, ik moet eigenlijk maar ook een keer gaan doen, want ik had het nog niet. Oh, dude, daar is een ork. Dude, orks, de orks spawnen. Nice. Ik krijg hulp. Oh, goddammit. Oh, deze zijn nog best wel sterk. Oké, wat moet ik hitten? Hem of zijn paard? Ik denk echt serieus zijn paard eerst. Want dan, ja, kijk, nu kan ik hem tenminste makkelijker hitten. There we go. Jongens, ik krijg gewoon hulp van een ork. Jij bent mijn bro. Wie ben jij? Jij bent echt een bro. Hoe heet je, bruh? Ugur, de Mordor Orc Archer. Nou, Ugur, je bent echt een bro. Je bent mijn friends for life. Wil je BFF worden? Jongens, ik heb een nieuwe BFF. Ugur is mijn BFF. Nee, maar laten we even daar in dat... oh, dat was zo'n torentje trouwens. Misschien is het wel hetzelfde torentje. Want uit zo'n toren had ik die, die anvil vandaan. Dus kan ik jullie hebben? Ik kan jullie vast wel hebben. Oh shit, mijn zwaard is wel bijna kapot. Kut. Oh, dat is niet chill. Ik weet niet of ik dit ga overleven, jongens. Ik bedoel, mijn zwaard, dit gaat overleven. Ik denk het eigenlijk niet. Heb ik dan nog andere zwaarden? Nee. Please, sterf. Come on. Please, nog één hit. There we go. Dude, dit zwaard is nog best wel sterk ook. Hij is best wel sterk. Nou, anders had ik ook nog mijn axe kunnen pakken. Mooi, joh. Deze Wood Elven Axe heeft meer attack damage dan dit Malang Sword. Wat de hel? Dat is heel vaag. Maar ik wil die axe eigenlijk... Ja. Weet je, laat... Oké, weet je. Nou, we doen het wel als deze, als die Malang Sword kapot gaat. Dan gaan we wel de axe gebruiken. Oké. Okay. Dus ik zet hem even hier neer, want we hebben toch geen arrows. Oh, we hebben wel... Dude, we hebben één arrow. Laat ik die even heel snel... Auw, wie deed dat? Laat ik die even heel snel gaan gebruiken. There we go. Wat wil je, bro? No, nee. Oh, jongens, ontwijk hem, ontwijk hem. Ontwijk move. Nou, goddammit, dat werkte niet. Oké, weet je, bro, ik kan ook schieten, hoor. Oh, ik schoot al. Goddammit, ik had natuurlijk net al geschoten. En ik heb geen pijlen meer. There we go. Dude, dit zwaard... Ik heb het gevoel dat dit zwaard echt vet sterk is, maar... Oeh, my god. Dat is niet chill. Even, doe even rustig, bro. Kom op. Kom hier. Kom eens gewoon een keertje. Kom. Jongens. There we go. Oh shit, jongens, ik moet niet doodgaan. Jongens, oh shit, jongens. Nee, ik moet niet doodgaan. Hallo, dat zal heel schamend zijn als ik nu doodga. Jongens, nee. Oh, hartje, holy shit. Oh god, dat is raw, dat moet ik niet hebben. Ik moet cooked pork chop, there we go. Oh my god. Nice. Maar al het eten wat je dus in mijn inventory ziet was van de episode die ik dus niet heb opgenomen. Pumpkin pies heb ik. Ik heb dit nog, kan ik nog koken. Dit nog. Dit en seeds hoef ik niet trouwens. Maar dit, al die 58 potato's ga ik dus gebruiken voor mijn eigen farmpje. Die dus die slaven kunnen gaan maken. Want dat is vet chill. Hun onderhouden dat allemaal gewoon. En dat is gewoon zo handig. Wacht, ik heb 50 alignments zie ik nu al. Dat gaat best wel heel erg snel eigenlijk. Tenminste, als ik nu niet dood ga, dan gaat het eigenlijk best wel snel. Dus eigenlijk, jongens, moet ik... wanneer zou het werken dan? Ik weet niet of het bij 50... Oh, dude. Oh, een Gondor chestplate. Ja. Oh, ja. Ik heb ook een Gondor helmet gekregen van iemand in de vorige episode. Dat heb ik ook niet... Goddammit, het was niet de vorige episode. Het is de episode die ik niet heb opgenomen. Maar we hebben nu ook dit. En dat doet... Ja, dan krijg ik... Wow, dan krijg ik gewoon één blokje meer armor van. Super chill. En dan word ik gewoon... Ik word gewoon een beetje Gondor, jongens. Is het niet zo... Waarom is het eigenlijk niet zo dat als je gewoon veel Gondor armor aan hebt... Dat ze je dan niet aanvallen? Want hoe weten hun, als ik gewoon veel Gondor armor aan heb, dat ik... Oh shit, there we go. Dat ik gewoon niet bij hun kan horen, weet je? Ik bedoel, ik heb dezelfde armor aan. Je ziet het heus niet aan mijn hoofd of zo, of ik bij Mordor hoor. Tenminste, die hoop ik niet. Oh, nice, silver coins. Nice. Ja, want dat is ook nog een dingetje, jongens. Daar wou ik het eigenlijk ook nog even over hebben. Oh shit, nee. Waarom? Oh nee, ik wou naar de blacksmith gaan, dan kom ik nu achter. Goddammit. Waar was dat ook alweer? Ik weet niet. Ah nee, waarom ben ik nou... Waarom liep ik daarvan weg eigenlijk? Volgens mij is het daar ergens. Nee, we vinden het wel weer. Oh my god, het zijn er drie. Dat zijn er drie. Ah, no, please no. Nou jongens, in ieder geval, ik heb dus ook silver coins weer nodig, want die heb ik allemaal uitgegeven aan mijn legertje. Maar we hebben weer silver coins nodig om, hoe heet het, om, dingetje, om de slaven te huren natuurlijk. Die kosten volgens mij 10 coins per stuk. Tenminste, hoop ik, anders is het best wel veel. Dus ik moet even wat shit gaan verkopen eigenlijk bij een, bij zo'n orc trader in, zitten die in Dol-Guldur? Ik denk het niet. Oh, dude, ja, dit bedoel ik, dit zijn die archers op paarden en ze zijn, nee, ja, deze zijn zo snel... Kijk, dit bedoel ik nou. Dit zijn die archers op paarden en die zijn zo verschrikkelijk hinderlijk en zo verschrikkelijk sterk. Dat is niet chill. Oh my god, ze hitten echt serieus elke hit of elk pijl die ze schieten. Die ze schieten, die hitten ze wel. Wauw, dat ging niet helemaal goed, jongens. Ik hoor hem gewoon. Ik hoor die pootjes. Ga weg. Ik wil even daar gaan loeren. Jongens, ik wil even in die blacksmith gaan loeren. Hashtag loeren. Jongens, spam het in de reacties. Hashtag loeren. Ik wil even bij die blacksmith naar binnen gaan, oké? Okay? Weet je, ik doe hem niks, oké? Okay? Als hij erin zit, ik laat hem gewoon leven. Weet je, eerder wordt, jongens. Eerder wordt. Ik doe hem niks.
Please, laat me gewoon even naar binnen gaan. Please. Bro, oké, okay, weet je, jou kan ik wel gewoon hebben. Hier, get wrecked bij een Wood Elf en Axe. Come on, there we go. Nee. Ik bedoel, dit moet gewoon te doen zijn. Waarom word ik zo vaak toch nog gehit? Ik moet echt mijn vechtskills een beetje gaan verbeteren, jongens. Dat is echt zwaar nodig eigenlijk. Dude, waar is je deur? Ik bedoel, zit dat echt serieus daar? Oh nee, hier zit hij. There we go. Ben je binnen? Oh, er zit niet eens een blacksmith in, joh. Maar hier heb je vet veel anvils. Deze wil ik sowieso hebben. Nou, eentje is wel genoeg, denk ik. Dan gooi ik gewoon deze weg. Very damaged anvil. Die hoef ik niet te hebben. Nee. Waarom zit er niks in de chest? Dat is jammer. Dat is zonde. En waar is de blacksmith zelf eigenlijk? Want die is er niet eens. Shit. Ik moet dus eigenlijk even naar Mordor gaan. En daar heb je van die orc traders in zo'n klein kampje. Jongens, doe eens niet. Doe eens niet. Stop. Oh my god. Weet je wat ik met jullie ga doen? Zo. Enjoy. Die komen er nooit meer uit. Maar ik moet dus even zo'n orc trader vinden waar ik wat shit aan kan verkopen. Want dan kunnen wij dus coins krijgen. En daarmee kunnen wij dan slaafjes huren. Dus jongens, ik hoop dat deze episode nog gaat lukken. Ik wil nog heel even hier een beetje het lont ropen. Nou ja, ik weet niet of het sowieso gaat lukken om deze episode als slaven te gaan huren ook. Want dan heb ik natuurlijk wel genoeg alignment nodig. En ik weet niet of 50, 56 genoeg is. Ik ben van bang van niet, helaas. Maar ik weet het eigenlijk niet. Weet je, slaven zijn wat anders dan een leger maken. Ik bedoel, ik denk dat je wel minder alignment nodig hebt voor slaven huren dan voor een legertje maken. Tenminste, dat hoop ik. Dat neem ik aan, weet je. Dus misschien kunnen we het nu al gewoon. En anders bij plus 100, gok ik. We hebben nu plus 60, is best wel pittig veel. Dus jongens, are you ready? Ik ga gewoon weer terug naar... wacht, zullen we nog heel even hier gaan? We gaan ook nog even hier loeren. Want wat is dit? Staan hier mensen? Daar staat eentje. Oké, die kunnen we best wel hebben, denk ik. Jongens, even kijken. Even loeren, jongens. Hashtag loeren. There we go. Dit is een beacon tower. En ik weet niet of hier echt mensen in zitten of zo. Hallo? Oh, yo, shit. Oh, shit. Damn. Oh my god. Hij had wel een vette helm op trouwens, man. Oh my god. Oh, shit. Zijn ze serieus naar beneden gesprongen, ja? Zijn jullie zo dom? Oké, dan zit ik hier lekker te chillen. Dude, daar staan vet veel archers. Heb ik arrows? Nee, shit. Oh my god, er staan 3 archers daar. Kan ik die hebben? Want het antwoord is waarschijnlijk nee. Maar, YOLO boys. YOLO. Go, 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 go. Pak ze. Pak 1 voor 1. Oké, er zijn er toch wel wat meer dan ik had gedacht. Jongens. Nee, dit gaat nooit goed aflopen. Oké, ik ga hier achter schuilen. Dat kan niet meer. Nee. Oké, ga achter de beacon. Achter de beacon. Niet naar beneden slaan. Please, sla me niet. Oh nee, de beacon is kapot. Nee, mijn dekking is weg. Jongens, nee. Oh nee. Mijn dekking was weg. Ik wou achter de beacon staan, maar ik sloeg hem kapot. Oh, dat komt natuurlijk omdat ik een axe in mijn hand heb. En dat ding is van hout. Dan gaat het natuurlijk veel sneller. Wat? Eret Nimbrace? Waar ben ik gespawnd? Hallo? Waar ben ik? Ik ben in de White Mountain Foothills. Fuck, waarom span ik nou weer hier? 700 blokjes weg ben ik dood gegaan. What the fuck? Wat is hier eigenlijk? Of is hier gewoon bos? Wat de hel? Wat doe ik in de White Mountain Foothills? Ik moet er helemaal niet zijn, maar volgens mij zag ik hier net iets of heb ik dat nou al gedroomd? Volgens mij heb ik het helaas gedroomd. Goddammit, ik dacht dat ik hier net iets zag voordat ik de wereld herlaadde. Maar nee, helaas. Dus jongens, ik denk dat wij gewoon... nee, zit niks hè? Nou, wel niet. Oké, weet je, dan gaan we wel gewoon naar... waar gaan we heen? Ik denk even naar... Waar zijn die kampjes dan? Ik denk in Mordor, toch? Ik denk dat die gewoon in Mordor moet zijn. Maar... Oké, weet je, we gaan het gewoon proberen. Ik ga gewoon even een Mordor random plekje gewoon hierheen. Hopelijk vind ik zo'n kampje met van die tentjes. En daar zit volgens mij ook zo'n dude waar je dan als goed is dingen mee kan ruilen. Dus ik hoop dat dat kan. Bij de goede kant weet ik wel waar dat kan. Dat kan gewoon bij die blacksmiths en zo dus. Dus dat, ja, dat weet ik gewoon. Maar hier, ik ben nog nooit eigenlijk echt bij de slechte kant gaan horen. Maar dit seizoen dus wel. Dus ik moet even kijken bij wie dat kan. Dus hopelijk zijn hier van die kampjes. Please, hallo. Oh dude, kijk die helmen man. Dude, wat is dit? Zijn dat Uruk-helmen? Ik wil het even opzoeken hoor. Ik wil ook die shit hebben, man. Uruk? Zijn dat Uruk-helmen? Ik denk dat het deze zijn. Deze hebben ook zo'n dingetje erbovenop. Zie je dat? Hebben jullie 2 uitstekels en dan... Ja. En dat is Black Uruk of zo, toch? Ja. En dat kreeg je... Hoe kreeg je dat ook weer? Dan moest je Uruk, Steel Ignis en Nullride volgens mij bij elkaar doen. Oh, daar moeten we heen, jongens. Ik zie een kampje. Kan ik in dit water zitten trouwens? Kan dat? Kan dat gewoon? Oh, dat kan gewoon. Oh. Wauw. Schoon water in... Nou ja, schoon. Schoon water in Mordor. Oh, dat moet ik eigenlijk hebben. Die oors moet ik hebben, jongens. Kunnen we dat even heel snel doen? Want dit is Nullride. En ik heb Nullride nodig. Want daarmee kan ik Black Uruk Steel Ignis maken. Of was het gewoon Black Uruk Ignis? Volgens mij Black Uruk Steel... Oh ja, trouwens jongens. Ik zeg het weer verkeerd. Ik betrap mezelf nu. Maar ik mocht van iemand in de reacties... Mag ik niet meer Ignis zeggen. Want die zegt altijd Ignis. Ik spreek het uit als Ignis, volgens mij. Ik weet niet, volgens mij wel. En blijkt... Het is Ignis. Je schrijft het zo. Ignis. Laat maar zitten. Laat het hele onderwerp maar gewoon zitten. Oh shit, ik ga dood. Nee. Oh shit, jongens. Dat moet wel lukken. There we go. Oké, nice. Heb ik Nullride gekregen of niet? Was dat Nullride? Ja, nice. We hebben Nullride. Oké, dan kunnen we in ieder geval kijken of we dat kunnen maken met
Uruk Steel Ignis. Volgens mij heb ik dat nog in Tarnos liggen. Dus dan kunnen we Black Uruk Steel Ignis maken, jongens. Dan kunnen we ook van die fucking vette armor maken. Dus hoe vet is dat? Dus jongens, we gaan even hier kijken. Gewoon in het water springen. Oh, dat ging. Ik dacht dat ik net daar neer zou komen, maar gelukkig niet. Nee, wat is dat dan? Volgens mij is dat dan gewoon Orc Steel Ignis of zo. I don't know. Er zitten vet veel ores in deze rivier, man. Daar ook. Oh my god, moet je kijken. Oh, jongens, eigenlijk moet ik hier even gaan blijven en even gaan minen. Weet je, het is een keer nodig. Ik moet echt even gaan minen. Maar eerst wil ik kijken of hier zo'n dude zit die mijn shit wil verkopen. Of die eigenlijk aan wie ik shit kan verkopen. Zit je hier, please? Je moet zo'n staf hebben, zo'n wandelstokje. Zit je hier niet? Waarom zit je hier niet, man? Wat is je probleem? Er zit toch in elk kampje zit zo'n dude? Of ben ik nou gek? Want volgens mij wel, toch? I don't know. Nou, laten we in ieder geval even die chesten gaan looten. Oh, nice. Norite kunnen we altijd gebruiken. Hoef ik het zelf niet meer te minen. En wat zit hier? Een boom. Wat is dit voor loot? Dit is toch geen loot, mensen? Come on. En waar is die dude? Ben jij dat? Ach, waar is die dude? Ik bedoel, is dit toch serieus? Dat is toch zo? Nou ja, daar zijn nog meer kampjes. Dus dat zou... Er zou er vast wel eentje moeten ontlopen. Tenminste, als ik het goed herinner. Want eerder was dat zo. Maar misschien is het na een of andere... Huh? Wat gebeurde er nou? Word ik nou aangevallen? Serieus, gaan jullie mij aanvallen? Wat hel? Wat wil ik nou zeggen? Want in de vorige update was het wel zo. En ja, ik heb het eigenlijk niet meer gecheckt sindsdien. Maar als het goed is lopen daar gewoon van die dudes rond met zo'n stafje. En daarmee kun je ruilen. Dus please, laat me shit aan je verkopen, want ik heb het nodig. You asking for a skirmish. Nee, laat me met rust. Ik wil niet met je vechten. Please niet. Mag jij mij eigenlijk? Are you trying to start a fight? Nee, dude, rustig. Chill. Kill, kalm. Ik doe niks verkeerd, oké? Okay? I'm sorry. Wie ook geen dude? Wat de hel? Waar zijn die mensen heen? Of zijn die serieus gewoon weg? I don't know waar die zijn. Dat is vaag. Ik weet niet, jongens. Ik weet serieus niet waar ze zijn. En dit is ook geen loot. Ja, twee Norite Jammer. Waar is alle goede loot? Waar is alle goede Mordor loot? Kijk, dit wil ik zien. Orc Steel Ignis. Dat kunnen we sowieso wel gebruiken. Maar ik weet niet waar alle andere loot is gebleven, jongens. I don't know. Nou, laten we... Jongens, wacht. Zag je nou iemand? Nee? Nee, ik had even waar van die paaltjes. Waar zijn die traders? Want jongens, oh, dit is een Mordor crafting table, of niet? Oh, hebben we een Mordor crafting table gevonden, jongens? Dit kan ik echt niet weggooien. There we go. Morgul crafting table, dat is nog beter. Of nou, ik weet niet, is er een Mordor crafting table eigenlijk? Volgens mij lul ik gewoon. Mordor. Is er een Mordor Nee, dat is er niet eens. Nou, in ieder geval, jongens, als jullie weten waar die dudes zijn waar ik mee kan ruilen, want jij bent dat waarschijnlijk niet. Je hebt echt een fucking... You stink. Oké, laat me zitten, weet je. Ik ga niet eens weer over je praten. Ik wou opscheppen over je schild, bro. Maar je zegt dat ik stink. Dat weet je, fuck jou gewoon. In ieder geval, jongens, als jullie weten waar die mensen zijn waarmee ik kan ruilen, laat dan sowieso... Au, dat was mijn bril. Laat dan sowieso even weten in de reacties. Dat zou heel chill zijn, want ik weet niet meer. Volgens mij staat ze altijd in kampjes. Maar jongens, jullie weten het vast wel. Bedankt voor het kijken naar deze episode. Als je het leuk vond, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Als het goed is, is deze episode in 60 fps. Dus als het is gelukt, jongens, doe even een blauw duimpje omhoog daarvoor. Want ik vind het wel vet. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik nog wil zeggen is, jongens, later.